Gideon. Mijn ouders zouden er echt nu al lang moeten zijn. Er is vast niks, Joyce. Het regent alleen maar. Mam? Hoi, lieverd. Papa en ik zijn onderweg. Het is vreselijk hier op de weg, dus we doen maar rustig aan. Oh, oh! Mam? Hallo? Mam? Wat gebeurt er? Mama! Rustig maar, alles is oké. Er is een boom op de auto gewaaid. Wat? We hebben niks, lief. We hebben wel hulp nodig. En de verbinding is slecht. Joy, luister even goed. Bel Simons garage en stuur een sleepwagen naar Kruik. Mam? Waar? Welke kruising? Mama? Het spijt ons, de verbinding wordt verbroken. Oh, ze staan ergens, maar ik weet niet waar. Rustig maar, Joyce. Rustig blijven? Ze rekenen op me, Chris. En ik ben gewoon niet goed in... Weet ik veel dat anderen van je afhankelijk zijn. Ik ben niet goed in dit soort situaties. Superboek! Nee, ik kan nu nergens naartoe. Mijn ouders hebben hulp nodig. Ik neem jullie mee naar een man die niet de eerste keus leek voor de taak die hij moest vervullen. Giz, zoek eens uit waar we zijn. Zo te zien zijn we in het gebied rond Ofra, ergens tussen 1400 en 1000 voor Christus. Ik zie jullie verder een groepje soldaten die ons helpen. Chris? Joyce? Alsjeblieft, maak geen enkel geluid. Shh, vooral niet zo'n geluid. Dat gezicht van die ene, dat zal ik nooit meer vergeten. We hadden ze totaal verrast. Straks horen de mensen niet in ons. Wie zijn die Midjanieten? En waarom ben je zo bang voor ze? Huh? Oh, de Midjanieten zijn ons land binnengevallen. Ze stelen onze voorraden om hun leger te voeden. Bukken! Gideon! Gideon! Oh, dat is mijn knecht Pura. Gideon, de Midjanieten gaan van huis naar huis en stelen zelfs het brood van de tafel. Ken ik jullie? Ik ben Joyce. Dit zijn Chris en Gizmo. Pura, breng dit eten ongezien naar mijn familie. Misschien kunnen onze nieuwe vrienden helpen dorsen. Ja, natuurlijk. Wat is dorsen? Dat is het kaf van het koren scheiden van het graan. Dat lijkt me een hoop werk voor een boterham. Ik zal nog wat aren halen die we bij de boom hebben verstopt. Jongens, zou Superboek ons juist hier naar Gideon hebben gebracht? Zeker, want hij wilde dat we alles leerden over tarwe. Superboek zei wel dat we iemand zouden ontmoeten die je niet meteen zou verwachten om een belangrijke taak voor God uit te voeren. Nee, hij is niet echt wat je verwacht bij een held, hè? Wow!
jongens? Met wie staat Gideon daar te praten? Waar komt hij nou ineens vandaan? Je bent een dappere man. De Heer zal je helpen. Maar als de Heer ons helpt, waarom gebeuren al deze vreselijke dingen dan? Onze voorouders hebben ons verteld dat de Heer wonderen doet. En dat hij ons uit Egypte bevrijd heeft. Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten en worden we onderdrukt door de Midjanieten. Laat zien hoe dapper je bent. Bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Oh, maar Heer, hoe moet ik Israël redden? Ik kom uit de onbelangrijkste familie van de stam Manasse en ik ben ook nog de jongste. Dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan, alsof je met niet meer dan één man te doen had. Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg. Ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, ik blijf hier tot je terugkomt. Jongens, kom mee! Leg het vlees en het brood daar op het rotsblok en giet de bouillon erover uit. Weg. O Heer, mijn God, ik heb oog in oog met uw engel gestaan. Je hoeft niet bang te zijn, Gideon. Je zult niet sterven. Oh, Superboek! Oh nee. Dat wordt een tijdsprong! Oh, wacht! Waar gaan we nu weer heen? Oh, hoe gaat het nu verder met Gideon? Oké, en waar zijn we nu? We zijn maar een klein stukje verder in de tijd. Maar zo te zien nog op dezelfde geografische locatie als... Yes? Joyce? Gizmo? Waar waren jullie plots naartoe? Waar zaten jullie? Pura! Er is zoveel gebeurd. Is Gideon ook hier? Is hij ook in het leger gegaan? In het leger gegaan? Ha, nee, hij leidt het leger. Kom maar eens kijken. Wow. Wow, is Gideon de leider van dit allemaal? Dan is hij wel enorm opgeklommen, zeg. Kom, hij zal jullie graag willen zien. Generaal. U heeft bezoek. Hoi, Gideon. Oh, mijn vrienden. Wauw, zo te zien staat iedereen in Israël achter je, Gideon. Niet iedereen, maar we zijn met veel. Kan zijn. Maar jullie zijn met lang niet zoveel als zij daar. Oh, man. Is dat het leger van de Midjanieten? De Midjanieten bevolken ons land als sprinkhanen. Om ze te verdrijven moet ons leger twee keer zo groot zijn. En toch zei de Heer me vanochtend dat ik te veel manschappen heb. Wat? Dat kan niet waar zijn. Als ik mijn infraroodsensor mag geloven, bestaat het leger van Gideon uit 32.000 man. En Gideon zei net... dat het er straks nog minder zullen zijn. Maar dat lijkt me echt onmogelijk. Mannen van Israël, de Heer zei mij, je hebt te veel soldaten.
Gideon, ben je gek geworden? We hebben iedere man nodig. Hoe meer mannen we hebben, hoe sterker we zijn. En met Janiette zijn we duizenden. Meer mannen, niet minder. Luister naar me. De Heer heeft gezegd, het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit. Want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Daarom moet je zeggen, iedereen die bang is, moet door de Gileadbergen naar huis gaan. Wat bedoelt hij nou? Weet je wel zeker dat dit slim is, Gideon? Weet hij wel waar hij mee bezig is? Er zijn vandaag 22.000 man vertrokken. Dan heeft Gideon dus nog maar 10.000 soldaten over. Nog zijn het er te veel. Laat je mannen naar het water van de bron gaan. Dan zal ik daar een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie met je zullen meegaan en wie niet. Waarom zou Gideon zijn mannen naar de rivier hebben geroepen? Het zou wel voor een of andere oefening zijn. Een uithoudingsvermogen? Misschien moeten ze oversteken om de sterkste over te houden. Of wie onder water zijn adem het langst in kan houden. Laat iedereen uit de rivier drinken. Huh? Uit de rivier drinken? Je moet de mannen in twee groepen verdelen. Iedereen die het water oplikt met zijn tong, net als een hond, hoort bij de ene groep. En iedereen die zittend op zijn knieën van het water drinkt, hoort bij de andere groep. Ik snap niet hoe Gideon op basis van deze test kan weten welke mannen hij naar huis moet sturen. 300. Wat? Maar 300 dronken uit hun handen. De Heer zei tegen me, met deze 300 man zal ik jullie redden door de Midjanieten te verslaan. Stuur de anderen naar huis. Wat? Met maar 300? Het gaat Gideon toch nooit lukken om met 300 mannen die duizenden soldaten van de Midjanieten te verslaan? Tenzij ik een plasmastraal met gamma-cruncher van deze vijgenbomen bouw. Kom mee, Chris. Help even opmeten. Wow. Gideon, dit kan toch nooit goed aflopen? Ik moet erop vertrouwen dat God me zal leiden. Al vind ik dat nog vaak moeilijk. Het ligt heel erg in mijn aard om onzeker te zijn en te denken dat iets niet kan, in plaats van te geloven van wel. Ja, daar heb ik ook vaak last van. Toen God me vroeg de Midjanieten te verjagen, vroeg dat om heel wat vertrouwen. En hierin heb ik dat gevonden. Ik kan je niet volgen. Je wist dat je best een leger kon leiden door deze lap wol? Nee, ik leerde op God vertrouwen door die lap. God, u hebt gezegd dat ik Israël zal bevrijden. Ik lig buiten de vacht van een schaap neer. Morgenochtend kom ik terug. Als de vacht nat wordt en de grond eromheen droog blijft, dan weet ik genoeg. Dan zal ik met uw hulp Israël bevrijden. Thank you.
En dat gebeurde inderdaad. De vacht was nat van de dauw. Maar ik twijfelde nog altijd. God, u moet niet boos op mij worden, maar ik wil nog één teken vragen. Ik leg de vacht nog één keer neer. Nu moet de vacht morgenochtend droog zijn en de grond eromheen nat. En God zorgde er die nacht voor. De vacht was droog, maar er lag dauw op de grond. Dus ik bewaar deze als herinnering aan Gods belofte dat Hij me de weg zal wijzen. Hou jij maar even bij je. Dat houdt je warm. Nu moet ik 300 man voorbereiden alsof het er 30.000 zijn. Kom op, val het kamp van de Midjanieten aan. Ik zorg ervoor dat je hen verslaat. En als je het nog niet durft, ga dan eerst met je knecht Pura naar het kamp van de Midjanieten om te horen wat ze zeggen. Daarna zul je niet meer bang zijn om aan te vallen. Wat ik nu toch gedroomd heb? Een gerstebrood rolde razendsnel door het kamp, botste tegen een tent aan en kegelde die omver zodat die in elkaar zakte. Dat brood moet vast het zwaard voorstellen van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas. Dan betekent die droom dat Gideon ons zal verslaan en dat God daarvoor zal zorgen. Nee, zou het echt? Wat moeten we doen? Dit moet de commandant horen. Als die droom dat echt betekent, zijn we verloren. Weet je zeker dat je uitleg klopt? Sta op! Kom mee! De Heer heeft jullie het kamp van de Midjanieten in handen gegeven. Geef iedere man een ramshoorn. Neem allemaal een brandende fakkel verstopt in een lege waterkruik. Als je bij het kamp van de tegenstander komt, verspreid je en omsingel het. Wacht tot ik het signaal blaas op mijn ramshoorn. Zodra je het hoort, blaas op je eigen hoorn en roep voor de Heer en voor Gideon. Wat? Is dat alles? Fakkels en potten? Dat is nog geen plan. Dat is nog geen decoratie. De rest.
Gideons die rent voor zijn leven. Ik geloof mijn ogen gewoon niet. Moet je zien, Gideon? Ik had werkelijk in geen miljoen jaar gedacht dat dit zou lukken. Vertrouw op God, Joyce. En hij toont je de weg. Oké, mijn ouders kwamen van mijn tante terug. Dus dan reden ze over deze weg door het bos. Dus? Dus is er maar één stuk waar de bomen zo dicht langs de weg staan dat ze je kunnen raken. Kis, over op raket race modus 3000. Check! Chris, bel de garage en zeg waar ze naartoe moeten. Weet je dit wel zeker, Joyce? Als God Gideon een leger kan laten leiden, kan hij mij mijn ouders laten redden. Daar zijn ze! Hou vol, pap en mam! Gizmo, grijp die boom. No problemo! Joyce! Pap! Mam! Ach, lieverd. Hoe kon je nu weten... Ik bedoel, ik weet dat je slim bent, maar dit had ik nooit verwacht. Ja, nou, ik heb dus ontdekt dat mensen veel meer kunnen dan ze denken wanneer het er echt op aankomt. En als God je bijstaat. De Israëlieten zeiden tegen Gideon, u hebt ons bevrijd uit de greep van Midjan. Wees daarom onze heerser en na u uw zoon en de zoon van uw zoon. Nee, niet ik of mijn zoon, maar de Heer zal over u regeren.
Stel je voor, zeg, samen reizend, dwars door de geschiedenis. Stap voor stap te ontdekken wat de betekenis achter het mysterie is. Gods woord voor de spiegel, voor wie het maar horen wil, is het eeuwige woord, het woord voor iedereen. De waarheid die in ons leeft, is het woord dat straalt, het hemelse kracht, dat God jou uit zijn liefde geeft. Dus ga mee op reis, het Superbook. Hosanna, sing Hosanna, the word Superbook.